Goedenavond, we staan nu vanavond met initiatiefnemer van FAIR. FAIR Rotterdamse Makelaars. Klopt. Ja, dus nou, ik zou zeggen, brand los, is dit een expo, een minibeurs of een showcase? Ja, nou, dit is echt, ja, dit is eigenlijk van alles om elkaar heen. Het is een mini-fair en we hebben een modeshow vanavond. En dit wilde ik eigenlijk doen om op een hele leuke manier met andere mensen te kunnen netwerken. En iedereen een leuke avond te bezorgen eigenlijk. Echt officieel een netwerkavond, maar weer met een ander tintje eraan eigenlijk. Echt met een fair erbij. Ja, er komt echt van iedereen. Notarissen, mensen uit banken, vastgoed, advocaten. Ja, ook weer gewoon echt mensen die echt hier komen shoppen. En, ja, die kunnen altijd weer leuke connecties doen. Kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you Goedenavond, we staan hier in Rotterdam in een club, cinema, maar dit is totaal heel wat anders. Dit is een soort van mini-expo. En hoe ervaar jij dit? Leuk, ik was eigenlijk heel positief verrast, moet ik zeggen. Ik denk gewoon weer een netwerkborrel en het is hartstikke leuk aangekleed. En ja, ik vind het leuk, ik vind het gezellig. Ja, het is niet zo droog van even kaartjes uitwisselen, het is een heel ontspannen sfeer. Gewoon gezellig ook. En, ik sta nu met een driver van een limousine. U bent chauffeur van de limo, ten alle tijden? Of ten, vaak? Ten alle tijden, ja. Wat voor mensen gaan in de limo? Diverse mensen, eigenlijk ja, leuke mensen vanaf kinderen vanaf 3 jaar tot 100 zijn. Alle mensen die eigenlijk wat te vieren hebben. Nou, ik zit weer eens geweldig in een limo. Ik zou zeggen, ik zou het iedereen aanraden. Kijk eens om je heen. Ik zou zeggen, als ik een keertje met mijn vriendinnen of met mijn vrienden op stap wil, dan huur ik gewoon een limo. Oké, nou, ik zit nu bij Tony in de auto, de eigenaar van Porsche Panamera. Is het om de Porsche Panamera nog wat bekender te maken of is het gewoon leuk om hier te zijn om te netwerken? Het is gewoon leuk om hier te zijn en om te netwerken inderdaad. En de Porsche Panamera is een succes. Dat willen we graag continueren en ik denk dat dit een heel goed platform is om de auto neer te zetten. Ik ben marketingmanager voor Porsche Centrum Rotterdam. Dat is onderdeel van Auto Hoogboom. En daarbij zijn we ook gelieerd aan PON, aan de importeur zeg maar. En dat maakt het zo leuk om dit soort evenementen te doen zeg maar, als marketingmanager. Hi, dit is een expo. En cinema is natuurlijk een club om te dansen. Ja. Dus het is weer heel wat anders. Wat vind jij van om te werken zo? Ja, een hele gezellige sfeer in principe. Het is wat anders dan normaal, maar ja, gewoon de sfeer die hangt is heel gezellig. Dus. Heaven pearls, she will manifest the dirt with the rest of those girls. That's why this chick, she's a tramp.